Goedemiddag iedereen. Ik weet niet of dat jullie mij kunnen horen. De mensen die ik kan zien, als die gewoon even een kleine duim omhoog steken of knikken, perfect. Welkom iedereen. Mijn naam is Bart Pluijm. Ik ben onderzoekscoördinator bij het departement Cultuur, Jeugd en Media. En ik ga meehelpen samen nog met verschillende andere mensen om dit webinar in goede banen te leiden. Vooraf toch even meegeven, ook als aanduiding van toch de interesse die er is in publieksonderzoek, dat we met een kleine 70-tal inschrijvingen zaten. Ondertussen zitten we met een kleine 50 deelnemers, wat toch ook aangeeft dat er veel interesse is voor dat onderwerp. Ik wil ook graag aangeven dat er niet alleen interesse blijkt vanuit ja, de klassieke organisaties en musea, erfgoedinstellingen en dergelijke meer. Maar dat we toch ook vanuit verschillende andere instellingen, organisaties, vragen tot deelname hebben gekregen. En dus dat dat ook een onderwerp is dat breder leeft binnen de professionele culturele sector. Voordat we verder gaan, ik het programma ga voorstellen, even dit. Ja, we zitten in de context van GDPR en ik ben verplicht u erop te wijzen dat dus het plenum en ook de werktafel straks zullen worden opgenomen. We gaan het plenum, de opname gebruiken voor verslag, zodanig dat we daar dus kunnen verwerken en daar verder over kunnen nadenken. Maar dat gaat ook ter beschikking gesteld kunnen worden aan andere mensen, zodanig dat die ook het webinar kunnen volgen. Vandaar dat wij eigenlijk heel uitdrukkelijk vragen om de camera's uit te zetten, zodat niemand eigenlijk identificeerbaar is. Dus we zien alleen jullie initialen. Dat is voor het plenum de enige manier rond GDPR die we vinden om toch dat mogelijk te maken en niet aan iedereen uitdrukkelijk toestemming te vragen. Dus op die manier zijn jullie niet, in principe niet identificeerbaar en moeten wij ook jullie actieve toestemming dan niet vragen. Straks voor de werktafels zullen we die vraag wel heel uitdrukkelijk stellen. Best dat iedereen ook de microfoons gedempt houdt en vragen kan je stellen via de chat. En voor mensen die niet vertrouwd zijn met Teams, ik heb hier een screenshot genomen van de huiskamer van een van mijn collega's, met daar in het witte cirkeltje omkadert het symbooltje waar je op kan klikken om een opmerking, een vraag te stellen via chat. Ik zal die zelf ook opvolgen en dan ook triëren en op die manier op het einde van het plenum ook voorlezen of in de groep brengen. Voor ik een korte introductie geef en dan daarna ook het woord aan Wouter om dat aan te vullen, overloop ik graag met jullie even het programma voor vandaag. Na de verwelkoming ga ik kort samen met Wouter, mijn collega Wouter Brouns, een situering geven aan het onderzoek. Daarna neemt Alexander van Faro het over en die gaat eigenlijk publieksonderzoek wat inleiden, dat breder kaderen. Dan neemt John Lieves van het Kenniscentrum Cultuur en Mediaparticipatie het over en gaat eigenlijk de onderzoeksresultaten voorstellen. En dan is er mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat. Oei, hier loopt iets fout. Ik kan hier niet meer. Ja, hier. Moment. Blijkbaar loopt het allemaal niet zoals voorzien. Oké. Ik ga dit nog even afronden. Daarna is er een korte pauze, waar dat iedereen kan doorschuiven naar de werktafels. Jullie hebben daar normaal gesproken ook allemaal een link voor gekregen, de mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven. En aan de werktafels is vooral de bedoeling om input te krijgen vanuit de sector en vanuit de praktijk voor toekomstig publieksonderzoek. Misschien als korte inleiding, het onderzoek musea en publieksonderzoek is een onderzoek dat uitgevoerd is geweest in 2017-2018 door het Kenniscentrum Cultuur en Mediaparticipatie in opdracht van het departement. Kenniscentrum Cultuur en Mediaparticipatie is een consortium, een wetenschappelijk steunpunt, dat eigenlijk fundamenteel en beleidsondersteunend onderzoek doet over verschillende cultuurgerelateerde onderwerpen, gaande van cultuureducatie, over kunsten, over sociaal-cultureel werk
en dergelijke meer. Belangrijk onderdeel van de werking van het kenniscentrum is de participatiesurvey. Maar dat komt straks zeker ook nog wel terzijde aan bod, vermoed ik. Ook even duiden wat de achtergrond is geweest van dit onderzoek. Dit onderzoek was een pilootproject, dus een soort van testcase, waarvoor het departement in zee is gegaan met 12 musea en in samenwerking met FARO en Toerisme Vlaanderen, dus ook het kenniscentrum allicht, die het heeft uitgevoerd. Dit onderzoek heeft op poten gezet. Bedoeling was, 1, om wetenschappelijk onderbouwde kennis te gaan ontwikkelen die relevant en bruikbaar is voor de museumsector. Ik hoop in ieder geval dat we daarin geslaagd zijn. Ten tweede was het ook de bedoeling, heel uitdrukkelijk, om een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument te gaan ontwikkelen dat publieksonderzoek eigenlijk toegankelijker maakt voor de museumsector, zodanig dat de museumsector daar zelf mee aan de slag kan gaan op een onderbouwde manier. En ten derde is het ook, en daarom ook het idee van een pilootproject of een soort van testcase, is het ook de bedoeling om hieruit te leren en verdere pistes voor de toekomst te verkennen. Vandaar dus ook de werktafels die ons een stuk mee inspiratie moeten geven naar de toekomst toe. Ik geef nu het woord aan mijn collega Wouter Brands. Dankjewel, Bart. Kan jij naar de volgende dia gaan? Anders moet ik overnemen. Dankjewel. Heel kort, waarom is het specifiek voor ons belangrijk om ook op dit moment die noden op het vlak van publieksonderzoek scherp in kaart te krijgen? Wouter, wij horen je niet. Ah, oei. Dat is een probleem. Hoor jij mij nog altijd niet? Ik hoor jullie wel, Wouter. Ah ja, want jij hoorde mij er straks ook niet, denk ik. Ja. Ah ja, ja oké. Okay. De meeste andere mensen horen mij blijkbaar wel. Dus ik ga het sowieso kort houden. Ik zie heel veel reacties dat men mij wel hoort. Momenteel loopt er een traject voor een strategische visienota. De strategische visienota cultureel erfgoed, die de minister-president op 1 april volgend jaar aan het Vlaams parlement presenteert. Die strategische visienota geeft uitwerking aan het cultureel erfgoeddecreet. En met dat decreet worden cultureel erfgoedorganisaties ondersteund. Ook collectiebeherende organisaties, dus musea, archieven en erfgoedbibliotheken. En dan voornamelijk via werkings- en projectsubsidies. Ik denk dat ook veel van de aanwezigen vandaag via dat decreet ondersteund worden. In de strategische visienota legt de minister prioriteiten en accenten voor de volgende beleidsperiode. En als het nuttig zou zijn of nodig zou zijn om accenten of impulsen op het vlak van publieksonderzoek mee te geven, dan zou dat dus via die strategische visienota moeten gebeuren. Maar daarom is het voor ons wel heel belangrijk de nood scherp te krijgen en scherp te krijgen waar dat voor jullie de drempels zijn en op welke manier de Vlaamse overheid daarin ondersteunend kan zijn. Dat was heel kort de link met de strategische visienota. Ik denk dat Alexander nu een algemene toelichting over publieksonderzoek doet. Bart, kan je naar de volgende dia gaan? Ja. Goedemiddag allemaal, ook van mijn entwege. Ik ben Alexander van der Stichel en ik werk bij FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. En het klopt inderdaad, dus sinds jaar en dag trekken we eigenlijk aan de kar ook om publieksonderzoek structureel te gaan inbedden in de werking van erfgoedinstellingen. En ik heb in het verleden vaak trainingen al hier rondgegeven ook. En natuurlijk komt dan de vraag aan bod, wat is dat eigenlijk publieksonderzoek? Eigenlijk het woord zegt het zelf, hè, Bartje. Ja. Je zou kunnen zeggen met een lapidaire definitie, hè, publieksonderzoek zijn alle onderzoeksinitiatieven met als voornaamste doel het in kaart brengen van het publiek van instellingen, gebouwen, evenementen en dies meer. Kous af zou je kunnen zeggen, maar het is toch wel iets ingewikkelder dan dat uiteindelijk ook. Als ik kijk naar mijn definitie, hè, het gaat over onderzoeksinitiatieven. Wat dat we vandaag gaan presenteren, straks professor Liefs, is een heel specifieke methodologie uiteindelijk ook om je publiek zo goed mogelijk in kaart te brengen. Maar er bestaan natuurlijk heel veel verschillende manieren van onderzoek uiteindelijk ook doen. En publieksonderzoek kan gaan van heel klein, heel gericht uiteindelijk ook, hè, tot inderdaad, weet wel, een heel goed opgebouwde survey uiteindelijk ook. Alles hangt eigenlijk af van de context waarin dat je onderzoek wil doen, de specifieke onderzoeksvragen die je wil beantwoorden uiteindelijk ook gaan zien, het budget dat je hebt, de tijd die je kunt beschikbaar vrijmaken daarvoor uiteindelijk ook. Maar weet wel, er is een
range aan mogelijkheden die je kan gebruiken daarvoor uiteindelijk ook. Dat is wel heel belangrijk om het te beseffen. Het hangt natuurlijk wel allemaal samen, en professor Liefdes gaat dat straks uiteindelijk ook zeggen, dat bepaalde onderzoeksmethodes en methodologieën het mogelijk zullen maken om door de tijd en doorheen de ruimte te gaan vergelijken uiteindelijk ook. En dat is niet altijd het geval. Maar opnieuw, misschien is dat ook niet altijd nodig en kan je eigenlijk gewoon, weet wel, met een aantal gesprekken en dergelijke heel ver komen. En je kan dus wel kwalitatief gaan werken, kwantitatief gaan werken of een gecombineerde aanpak daar gaan gebruiken. Dat is één ding. Het tweede ding is natuurlijk, wacht nog eventjes terug, Bart, als je wil. Ja, en het tweede ding is natuurlijk het publiek. Ik bedoel, lijkt heel gemakkelijk uiteindelijk ook, maar wat bedoelen we daarmee met het publiek? Gaat het inderdaad, weet wel, over de bezoekers aan, laat ons zeggen, het kernpubliek van musea? Zijn het de mensen die de tijdelijke collectie of de permanente collectie tijdelijke tentoonstellingen gaan bezoeken? Of zijn het bijvoorbeeld ook de mensen die deelnemen aan evenementen die door het museum worden georganiseerd? Zijn het de mensen bijvoorbeeld die deelnemen aan outreach-activiteiten, als je met je collectie op verplaatsing uiteindelijk ook gaat? Het is heel belangrijk in de context van een publieksonderzoek om daar heel goed over na te denken. Dus, en je publiek heel goed te gaan definiëren, want dat gaat bepalen de uitspraken die je gaat kunnen doen op basis van je onderzoek. En opnieuw, als je gaat willen vergelijken door geen tijd en ruimte, is het belangrijk ook, professor Liefdes zal daar waarschijnlijk straks ook nog op terugkomen, dat je daar wel een gemeenschappelijke definitie en omschrijving rond zal gebruiken. Dus weet wel, publieksonderzoek, het leek even evident op het eerste zicht, maar het is toch wel iets complexer dat we vaak gewoon op het eerste zicht aannemen. Ja, Bart, je mag naar de volgende. En waarom zouden we dan eigenlijk publieksonderzoek doen? Eigenlijk, als we kijken, als je met mensen die publieksonderzoek hebben uitgevoerd uiteindelijk ook, dan zien we dat er eigenlijk vooral vertrokken wordt van twee soorten noden. En je mag de volgende slide nemen, Bart. Ja, en de noden eigenlijk komen vaak eigenlijk van binnenuit. En je merkt bijvoorbeeld, weet wel, dat je bepaalde doelgroepen niet bereikt, of je denkt toch dat je ze niet bereikt. Uiteindelijk is dat zo, is dat niet zo. Er leven bepaalde vragen intern die je graag opgelost uiteindelijk ook ziet. Dus anderzijds kunnen er ook vragen komen van buitenuit. De meeste musea bijvoorbeeld worden betoelacht door stadsbestuur, Vlaanderen en dergelijke meer. En soms word je gevraagd om bepaalde cijfers of om bepaalde inzichten met betrekking tot je publiek en met betrekking tot de tevredenheid en dergelijke meer aan te geven. Dus de noden eigenlijk en de noodzaak van een publieksonderzoek kan zowel van binnen de instelling komen als van buiten de instelling. Ja, Bart. Maar eigenlijk, het uiteindelijke doel blijft uiteindelijk, je wil je interne van je instelling haven. Je moet het eigenlijk zien als een soort thermometer, weet wel, waarmee dat je liefst geregeld eigenlijk ook de temperatuur gaat meten om te kijken hoe staan we er uiteindelijk voor. En je gaat dat gebruiken als een soort instrument om te kijken van waar kunnen we wat gaan aanpassen om eigenlijk nog beter ons werk te kunnen gaan doen uiteindelijk ook. Het gaat eigenlijk ook over het verbeteren van de relatie tussen je instelling en je publiek. En je gaat die inderdaad actief gaan betrekken en gaan bevragen uiteindelijk ook. Het verbeteren van de relatie tussen je instelling en derde. Wezen het beleid, maar het kunnen ook sponsors zijn. Het kunnen andere instellingen zijn die bijvoorbeeld collecties te kunnen ontlenen voor een tentoonstelling, die ook wel eens willen weten van hoe zit dat met die tentoonstelling, heeft dat goed gedraaid, heeft dat niet gedraaid, zijn mensen daar tevreden, wie kwam. En eigenlijk in die end, om het zo te zeggen, komt het eigenlijk altijd neer op het vergroten van je draagvlak. Op verschillende vlakken, maatschappelijk, politiek, financieel, voor je instelling en het creëren van goodwill. En dat we echt eigenlijk als erfgoedinstellingen willen staan in die maatschappij uiteindelijk ook. En daar eigenlijk voor een deel accountable voor willen zijn uiteindelijk. Door te gaan peilen bij ons publiek van oké, weet wel, hoe zit het nu? Hoe doen we het uiteindelijk ook? Ja, Bart? Want via publieksonderzoek kan je eigenlijk een aantal zaken gaan doen. Ten eerste, ik heb het daarnet gezegd, het is bijna zoals een thermometer uiteindelijk ook. Je kan gaan diagnostiseren. Je kan als het ware, weet wel, verschillende zaken in kaart gaan brengen ook. Sterke en zwakte punten vaststellen. Vaak ook, weet wel, en dat is misschien een van de zaken die jullie straks ook gaan zien, zijn de zaken die je leert uit het publieksonderzoek niet altijd heel spectaculair uiteindelijk ook. Maar dat hoeft niet. En weet wel, als ik iedere dag mijn temperatuur ga meten, dat is altijd 36, dan ben ik gerust. Weet wel, dan is er niks aan de hand uiteindelijk ook. Maar het is wel belangrijk dat je het af en toe eens gaat doen uiteindelijk ook. Maar als er blijkbaar wel bepaalde zaken zijn, dat bijvoorbeeld de mensen minder tevreden voor zijn, of bijvoorbeeld, weet je, als ze komen met andere verwachtingen en motieven naar het museum dat wij gedacht hadden uiteindelijk, daar kan je eigenlijk daar iets gaan rond doen. En je kan verbeteracties gaan opstellen en je kan als het ware gaan remediëren. Als je dan op een later moment opnieuw publieksonderzoek gaat uitvoeren,
sturen, dan kan je gaan evalueren. En door dat op bepaalde momenten uiteindelijk te gaan doen, kan je gaan evalueren en vergelijking maken doorheen de tijd. En als je dan een methode gaat gebruiken die door andere instellingen ook gedeeld wordt uiteindelijk ook, dezelfde manier van publiek omschrijven, dezelfde manier van bevragen uiteindelijk ook, dan kan je gaan benchmarken en vergelijkingen gaan maken doorheen de ruimte. Bijvoorbeeld, weet wel, binnen de stad Gent, binnen de stad Brugge, Antwerpen, Leuven en dergelijke meer. Of bijvoorbeeld met andere kunstinstellingen, met andere musea die gelijkaardige thema's behandelen en dergelijke meer uiteindelijk ook. En uiteindelijk is het ook wel een manier van participatiever werken uiteindelijk. Ook, want je gaat je publiek gaan betrekken, je gaat een mening gaan vragen tot op zekere hoogte ook, op wat vinden jullie nu van ons. En tegelijkertijd kan je zelfs publieksonderzoek gaan gebruiken om bepaalde zaken te gaan aftoetsen. Stel bijvoorbeeld, weet wel, je hebt een nieuwe tentoonstelling en je hebt 4-5 affiche voorstellen gaan liggen. Je kan dat samen met je publiek en via publieksonderzoek gaan aftoetsen uiteindelijk ook. Dus weet wel, het is misschien niet de meest spectaculaire manier van participatief te gaan werken, maar het is wel eigenlijk je publiek te gaan consulteren en ook hun mening gaan vragen en daar dan hopelijk ook wel iets mee doen. Ja. En vandaar eigenlijk dat we het niet enkel FARO, maar ook de aanwezige partners, zowel het departement, het kenniscentrum, ook Toerisme Vlaanderen en dergelijke meer, het wel belangrijk vinden dat we publieksonderzoek eigenlijk zien als een soort essentieel instrument voor een goede museumwerking. Zeker als je dat structureel gaat inbouwen uiteindelijk ook, kan dat echt wel een tool zijn en een soort een manier van werken die heel, ja, heel veel inzichten kan naleveren. En daarvoor is het wel belangrijk dat het structureel gebeurt, weet wel, op geregelde tijdstippen. Dat merk ik eigenlijk uit voorbeelden uit binnen- en buitenland uiteindelijk. Zo'n one-off onderzoek kan interessant zijn om heel gericht een aantal zaken te gaan doen. Maar het is eigenlijk pas als je het op geregelde tijdstippen gaat doen en liefst eigenlijk ook dat je kunt vergelijken met andere partners en dat het echt wel heel interessant gaat worden, dat je inzichten kunt gaan beginnen delen uiteindelijk ook en dat je kunt gaan heel gerichte acties gaan nemen op langere termijn uiteindelijk ook. Goed, dat is heel kort. Wat is publieksonderzoek en waarom hebben we publieksonderzoek nodig? Dan geef ik weer het woord aan Bart, denk ik. Dank u wel, Alexander. Ik moet het woord onmiddellijk verder doorgeven aan John. Dus ik stop, John, en ik... Oké, dankjewel Bart, dankjewel Alexander. Alexander, je hebt heel wat beloofd dat ik zou zeggen. Ik ben van plan om dat niet te doen, want je hebt al heel goed toegelicht wat de meerwaarde van publieksonderzoek kan zijn en wat de bijdrage ervan is voor een museumwerking en ook hoe belangrijk het is om vanuit een gedeelde methodiek te gaan vertrekken. Ik ga eventjes de inhoud van de PowerPoint delen en... Ik moet daarvoor overschakelen naar een volledige view van PowerPoint, waardoor ik de link verlies met Teams. Dus mocht er iets niet duidelijk zijn of niet zichtbaar zijn, mag ik dan vragen dat Bart, Alexander of Wouter me eventjes auditief een signaaltje geeft dat er iets fout aan het lopen is en dan kan ik dat rechttrekken. Goed, ik zie niets passeren, dus ik ga ervan uit dat iedereen de presentatie ziet en kan volgen. Goed, wat we het komende kleine half uur gaan doen, is even ingaan op de belangrijkste inhoudelijke resultaten uit het publieksonderzoek dat we gevoerd hebben vanuit het Kenniscentrum Cultuur en Mediaparticipatie. Vooraleer daarop in te gaan, misschien toch een belangrijke kanttekening of informatie daarnaast plaatsen. Het Kenniscentrum Cultuur en Mediaparticipatie, die heeft eigenlijk een heel... afgebakende onderzoeksagenda die vooral gefocust is op de cultuurparticipatie survey, nu de participatiesurvey. En het onderzoek dat we vandaag presenteren, het publieksonderzoek, is eigenlijk geen onderdeel van het vaste onderzoekstraject van het kenniscentrum. Het kenniscentrum heeft namelijk een stuk vrije onderzoeksruimte die op vraag van de stuurgroep kan ingevuld worden. En de stuurgroep heeft het kenniscentrum gevraagd om in te zetten op publieksonderzoek gedurende 2 jaren. Zodanig dat de onderzoekers mee ondersteuning konden geven voor het publieksonderzoek in de musea. Bedoeling was van meet af aan dat dit een pilootproject zou zijn. Een project om uit te leren, waar wel een aantal inhoudelijke relevante inzichten kunnen uitkomen, maar dat vooral een leerproces is. En ik zal dat in de loop van de presentatie ook wel nog benadrukken. Nu ik het woord participatiesurvey laten vallen hebben, misschien voor de mensen die interesse daarin hebben meegeven, dat we met de resultaten nog niet naar buiten kunnen komen, dat we zelfs nog de dataverzameling voor het grootste stuk moeten doen. De participatiesurvey is, zoals misschien een aantal onder jullie wel weten, 1 jaar geparkeerd geweest omwille van GDPR-gerelateerde redenen.
En toen we goed van start waren gegaan, zijn we moeten stoppen omwille van corona-issues. We hopen de dataverzameling terug te starten tegen het najaar. Maar in elk geval, als we vergelijkingen maken uit de gegevens van het publieksonderzoek en dan met de Vlaamse situatie, hadden we gehoopt dat te kunnen doen op basis van de participatiesurvey 2019. Maar die zijn er dus nog niet. Dus we gaan het voorlopig moeten doen met de laatste participatiesurvey. Kenniscentrum Cultuur en Media Participatie zijn, voor de mensen die het nog niet zouden weten, een consortium van drie onderzoeksgroepen, de sociologen van Gent en Brussel en ook de communicatiewetenschappers. U ziet de namen ook van de onderzoekers staan. Dat zijn de mensen die effectief het publieksonderzoek mee ondersteund hebben. Zoals gezegd was het van meet af aan de bedoeling dat we een pilottraject zouden opzetten. En we hadden eigenlijk gedacht om dat te doen met de 4 à 5 musea. Zo hadden we het in de stuurgroep ook besproken. En dan hebben we een open oproep gelanceerd in de museumsector. Wie bereid was om mee te werken in dit traject. Ook wetende dat er ook wel iets van investering zou moeten tegenoverstaan. Niet zozeer financieel, maar wel input, menselijke input om af te nemen. Zoals u kan zien waren er geen 4 à 5 musea bereid om hieraan mee te werken, maar waren er meteen 12 bijzonder geïnteresseerd om in dat traject mee te stappen. Wat ook wel aangeeft dat er heel wat belangstelling is in publieksonderzoek en in het wetenschappelijk ondersteunen van publieksonderzoek. Ik ga niet al de musea overlopen, u ziet de namen staan, zijn zowel kunstgerelateerde musea als andere musea. Wat we vandaag gaan doen, zijn de algemene resultaten geven over alle musea heen. Dit is interessant op zich, omdat het een representatief beeld geeft van de museumbezoeker in die musea die u hier ziet staan. Maar uiteraard nuance en detail niet toelaten, in de zin dat een bepaald museum wat sterk kan afwijken van het algemene beeld dat hier naar voren zou komen. En dat is net ook een van de grote voordelen van een publieksonderzoek, zeker als daar heel wat partners bij betrokken zijn, is dat je dan een globaal beeld kan krijgen van de museumbezoeker, waar een particulier museum zich mee kan vergelijken, zich kan benchmarken, zien of dat de specifieke profielen die beoogd worden binnen een bepaalde museumcontext ten opzichte van de Vlaamse situatie, of die bereikt worden of niet. Dus dit is wat we nu niet kunnen doen, namelijk ingaan op de resultaten van de specifieke musea. Komen op het einde van de presentatie daar even op terug. Maar het interessante zit hem net in het globale beeld. Nu op basis van 12 musea. Het zou interessant zijn in toekomstperspectief dat er inderdaad ook wel een uitbreiding zou mogelijk zijn van publieksonderzoek in Vlaanderen, zodat de pool van musea die deelnemen aanzienlijk groter zou kunnen worden, ook in de tijdsreeksen kunnen opgesteld worden, en zodanig dat een vergelijkingsbasis die wat ruimer is dan degene die we hier hebben, zou kunnen gehanteerd worden. Goed, terug naar de bevraging, het publieksonderzoek dat effectief gevoerd is geweest. We hebben daarin 8 modules opgenomen. We gaan peilen naar het sociale profiel van de bezoekers. We hebben een aantal feitelijke vragen over het museumbezoek. We gaan informatiekanalen bevragen, de mediatoepassingen die gebruikt zijn in het museum. We gaan het even hebben over de verwachtingen en motieven om een museum te bezoeken, als ook over de ervaringen en de mate van tevredenheid. We gaan museumbezoek even kaderen binnen het ruimere vrije tijds- en participatieprofiel. En we zullen ook tussen museum. Zoals die ook in de vragenlijst aan bod komen, waarvoor we dus een standaard meetinstrument voor elk van die modules ontwikkeld hebben, met de bedoeling dat die ook later nog bruikbaar zouden zijn voor andere musea of andere culturele organisaties die een publieksonderzoek willen doen. Hoeft ook niet telkens die 8 modules te zijn. Het kan een selectie zijn, een beperktere selectie, om in te zoomen op bepaalde vraagstellingen. De methode, daar ga ik jullie niet te veel mee lastigvallen. Dit staat heel goed uitgelegd in het rapport dat jullie kunnen downloaden en vinden op onze website. Dat op de laatste slide zal vermeld worden. Maar omdat de uitspraken die we kunnen afleiden uit het onderzoek toch wel samenhangen met de methode, wil ik toch wel 3 belangrijke elementen meegeven. Een eerste is, wie hebben we bevraagd? Het is van belang om te beslissen tot welke populatie, tot welke groep de uitspraken uit het onderzoek kunnen veralgemeend worden. We hebben namelijk de individuele museumbezoekers bevraagd van 13 jaar en ouder. Dit
betekent dat we niet de bezoeker mee hebben die in een groep het museum bezocht heeft of in het kader van een activiteit van een vereniging bijvoorbeeld. Dit vraagt een andere methodiek, ook interessant om te weten te komen, maar is niet te combineren met een bevraging van individuele museumbezoekers. Dus houd dit in het achterhoofd als de resultaten passeren, dat het echt gaat over de individuele bezoeker en niet over de georganiseerde groepsbezoeken. Als je een onderzoek doet, zoals een publieksonderzoek, zijn er natuurlijk een brede range van mogelijkheden om mensen aan te spreken, gaande van de slechtst denkbare tot de meest. Slechts denkbare is uiteraard ergens een tablet zetten of een standje waar mensen een vragenlijst kunnen invullen met de grote pijl daarboven. Wie wil zijn gedacht zeggen, kom hier en geef het ons mee. Dan krijg je uiteraard een allesbehalve representatief beeld en zullen het enkel de mensen zijn met een zeer uitgesproken mening die dit zullen invullen. Vandaar dat het van belang is om een meer optimale manier te gebruiken om de bezoekers te selecteren, zoals we hier uiteraard gedaan hebben. Dat is via een willekeurige, een random selectie. Van bezoekers en ook van de tijdstippen. Dus eerst werd er een steekproef getrokken van dagen waarop een bevraging zou plaatsvinden binnen een museum. Vervolgens werden dan at random, willekeurig, de bezoekers die binnenkwamen om de vierde of om de vijfde of om de zesde, afhankelijk van de bezoekersaantallen, werd dan geselecteerd. En op die manier kan je representativiteit waarborgen. Het is ook de enige manier die toelaat om uitspraken te doen over de volledige groep van museumbezoekers. Museumbezoekers werden ter plaatse geïnterviewd door museummedewerkers of vrijwilligers. Dus dat vroeg ook wel een aanzienlijke investering vanuit de musea om op de geselecteerde tijdstippen voldoende vrouw- en mankracht ter beschikking te hebben om de vragenlijsten af te nemen. Er werden in totaal 6000 respondenten bereid gevonden om aan het onderzoek deel te nemen, ter plaatse. We noemen dat dan de korte vragenlijsten die ze ingevuld hebben. En we hebben ook aan iedereen die de korte vragenlijst invulde, vooraleer het museum binnen te gaan, gevraagd of ze bereid waren om ook een uitgebreidere, een langere bevraging in te vullen. En u ziet hier dat 1087 respondenten inderdaad ook dat effectief gedaan hebben. Dus een aantal van de resultaten zullen slaan op die korte bevraging, op de 6000 respondenten, een aantal over de langere vragenlijst. Maar dat is een goede methodiek om een uitgebreid onderzoek te doen bij het publiek. We gebruiken dat ook in andere publieksonderzoeken, in concertzalen. Of op festivals, waarbij als je mensen op een manier recruteert en dat ze aangesproken worden om aan het onderzoek deel te nemen, al een korte aantal vragen kunnen beantwoorden, dat ze dan wel getriggerd zijn om de lange vragenlijst te gaan invullen. Goed, over dan naar een aantal van de belangrijkste inzichten die uit het onderzoek lopen. Laten we beginnen met het sociale profiel even te gaan schetsen. Laten we eerst kijken naar de verdeling tussen man en vrouw. Zoals we hier zien, 43,7% van de geselecteerde respondenten, dat gaat over de korte vragenlijst, dus de 6000 mensen ongeveer, waren man en 56% was vrouw. 0,3% was zich niet binair identificeren. Dit hangt natuurlijk sterk af van museum tot museum. Er zijn een aantal musea die deelgenomen hebben. Kazerne Tossin bijvoorbeeld, ook Gaasbeek, waar er eerder een overgewicht is van mannen dan vrouwen. Dus dit geeft ook weer aan dat het nut van publieksonderzoek heel breed en net zit in het kunnen vergelijken van een specifieke context met het algemene beeld van de museumbezoekers. Dat overgewicht van vrouwen vinden we ook in participatiesurvey bijvoorbeeld terug. Voor heel wat culturele activiteiten, zeker de kunstgerelateerde activiteiten, is er een ruimere belangstelling bij vrouwen dan bij mannen. Rechts zien we de verdeling naar leeftijd. En wat meteen opvalt is dat we een heel oud publiek terugvinden binnen de musea. Maar liefst meer dan 40% is ouder dan 55 jaar en een goed vijfde zelfs ouder dan 65 jaar. We leven in een vergrijzende samenleving, maar deze proporties wijzen toch wel op een sterke oververtegenwoordiging, zelfs in een vergrijzende samenleving, van de oudste leeftijdsgroepen. De middenleeftijdsgroepen daarentegen zijn een stuk ondervertegenwoordigd ten opzichte van een aandeel in de bevolking. Dus eerder een oud publiek dat we terugvinden in de musea.
Een aantal diversiteitskenmerken, andere diversiteitskenmerken, geslacht en leeftijd zijn ook kenmerken van diversiteit, maar eentje dat we ook dikwijls gebruiken om sociale kloof te gaan bestuderen binnen cultuurparticipatie is het opleidingsniveau uiteraard, het hoogst behaalde diploma, waarbij we weten dat hoger opgeleide aan zowat alles in het vrije tijdsaanbod meer participeren dan lager opgeleide. Dat is niet anders in de museumsector, maar is daar wel beduidend meer uitgesproken dan bij andere vrije tijdsactiviteiten. Maar liefst 80,4% van de mensen die we aangesproken hebben, heeft een diploma hoger onderwijs. Wat bijzonder hoog is, ook gegeven het feit dat we met een ouder publiek te maken hebben. En we weten allemaal dat een oudere populatie gemiddeld genomen een lager opleidingsniveau heeft dan de jongeren. Dus als we hier 80% terugvinden met een hoger onderwijs opleidingsniveau, dan wijst dat toch wel op een zeer selectieve groep. Als we kijken naar migratieachtergrond eerst gedefinieerd als de algemene definitie die de Vlaamse overheid hanteert, dan zien we dat 12% een migratieachtergrond heeft. Als we dat verder gaan opsplitsen, dan zien we wel onmiddellijk dat de kleine helft gaat over mensen die uit buurlanden afkomstig zijn. Als we gaan kijken naar de mensen met een etnisch-culturele achtergrond, zoals we die meestal gaan definiëren, dan zijn de aantallen die we terugvinden in de musea te klein om zelfs maar in een betrouwbare grafiek te gaan gieten. Dus ook weer een element om aan te geven dat we zeker en vast geen representatief staal van de Vlaamse bevolking terugvinden in de musea. Als we gaan kijken naar personen met een beperking, dan zien we dat 5,7% van de bevraagden aangaf dat er minstens één persoon in het gezelschap waarmee ze het museum bezochten een gezondheidsbeperking heeft. Wat ook een lager percentage is dan we terugvinden in de Vlaamse bevolking. Dus ook op dat vlak zit er zeker selectiviteit in het museumpubliek. We komen direct op die gezondheidsbeperkingen bij de drempels nog even terug. Dan over naar een aantal feitelijke vragen die gesteld geweest zijn over het museumbezoek. Misschien interessant om te weten, ongeveer de helft, niet exact de helft van de bevraagden gaf aan dat het de eerste keer was dat ze het museum bezocht hebben. Bovendien, voor de goede helft van degenen die we geselecteerd hebben, was het zo dat het museumbezoek de voornaamste reden was om naar de stad in kwestie te komen. En een groot aandeel, niet verwonderlijk, van de Belgische bezoekers komt ook dicht uit de regio van het museum. We zien tegenwoordig heel wat kaartjes passeren en meestal gaan we daar direct een corona-gerelateerde interpretatie aangeven. Als we de grafiek hier zien, dan zouden we direct in paniek kunnen slaan dat het erg gesteld is in Gent. Maar geen nood, hier gaat het over de spreiding van de museumbezoekers in de naar postcode, waar we zien dat een groot deel van de mensen die in de Gentse musea aanwezig waren, dat die uit Groot Gent afkomstig zijn. En voor de rest zien we een relatief gelijkverdeelde spreiding over West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant met sterke concentraties in de verstedelijkte gebieden waaruit de museumbezoekers komen. In het rapport vindt u ook de grafiek of de kaart voor de Antwerpen musea. Daar is het uiteraard zeer analoog het beeld dat je krijgt, maar dan met een sterke concentratie rond Antwerpen. In welk gezelschap gaat men een museum meestal gaan bezoeken? Wel, dat lijkt toch vooral binnen de familiale en de vriendschappelijke kring. Meer dan de helft bezocht het museum samen met de partner. Een goed 25% met vrienden, een 15% met kinderen, een 10% met andere familieleden en zo verder. Er was ook wel een vijfde die aangaf het museum effectief alleen te gaan bezoeken. Maar meestal dus in gezelschap met vrienden of met familie. Hoe komen mensen dan naar een museum? Wel, hier zien we duidelijk dat de koning Otto blijft regeren binnen het museumbezoek. Als we gaan kijken naar alle museumbezoekers, dan zien we dat een kleine 40% met de wagen kwam. In Gent ligt dat ietsje lager, 33%. In Antwerpen was dat een 36,1%. Met de fiets, dat zijn dan vooral mensen uit de buurt, een 12,7% voor alle musea samen. En hier zien we dat Antwerpen daar iets uitspringt. Dus Antwerpen verslaat Gent op dit vlak
qua fietsvriendelijkheid, of tenminste wat het aandeel betreft dat met de fiets naar een museum gaat. Gebruik van openbaar vervoer zit op ongeveer rond een vijfde ongeveer. Uiteraard, deze categorieën zijn niet wederzijds exclusief, dus mensen komen met de trein, kunnen dan de tram of de bus nemen en gaan dan nog te voet naar het museum. En vandaar dat we hier ook een hoog aandeel terugvinden van mensen die te voet naar het museum gingen. Kan ook gecombineerd zijn met de wagen uiteraard, als je eerst in een parking parkeert. Maar zoals je ziet, Koning Auto blijft hier regeren. Een vijfde ongeveer komt met het openbaar vervoer. De duurtijd van een museumbezoek, hoe zit het daarmee? Wel, een grafiek die twee dingen combineert vraagt misschien een klein beetje uitleg. De rode balkjes geven weer wat het percentage is van mensen die aangeeft een bepaalde tijd in het museum doorgebracht te hebben. Hier zien we 18,6% gaf aan 1 uur in een museum vertoefd te hebben, 31,1% 2 uur in een museum vertoefd te hebben. Zoals je ziet geven mensen uiteraard geen exacte inschatting, kan ook moeilijk verwacht worden, maar gaat men af ronden op het half uur of op het uur meestal. Dus de meest voorkomende waarde hier is 2 uur. Als we dat cumulatief bekijken, dan zien we daar die oppervlakte. Hier kunnen we gemakkelijk de mediaan uit afleiden. Moeten we op de y-as rechts kijken, dan gaan we op zoek naar de middelste waarneming, de 50%. Dan zien we dat die waarde op 1 uur en 50 minuten ligt. Dat wil dus zeggen dat 50% van de bezoekers 1 uur en 50 minuten of minder in het museum doorbracht en dat 50% van de bezoekers 1 uur of 50 minuten meer in het museum doorbracht. Kijken we bijvoorbeeld naar het 75ste percentiel, 75%, dan zien we dat het op 2 uur en 10 ligt. Dus we zien inderdaad een sterke concentratie van mensen die, laten we zeggen, tussen de 1 uur 50 en de 2 uur 20 minuten het museum gaan bezoeken. En kortere bezoeken zijn geconcentreerd rond een duurtijd van 1 uur. We hebben ook uitschieters naar rechts toe. Mensen die heel lang in het museum vertoefd hebben tot hier 4 uur. Het percentage is klein, maar ze bestaan wel degelijk. Wat doen mensen dan in het museum, behalve rondkijken en genieten van het museumbezoek, maar wat doen ze met betrekking tot mediagebruik? Zowel met betrekking tot informatieverwerving vooraf als op het moment zelf. Wel, als we eventjes gaan kijken hoe mensen in contact komen met een museum, dan zien we dat de oudste mediavorm nog altijd de meest populaire is, zeker bij bezoekers van een kunstmuseum, namelijk de mond-tot-mond reclame. Een kleine 40% gaf aan dat die via mond-tot-mond reclame met het museum in contact was gekomen. Ligt ietsje lager bij de niet-kunstmusea, maar is daar ook toch de grote orde van een 25%. Gedrukte pers komt op de tweede plaats. En als we dan gaan kijken voor de kunstmusea, dan zien we dat sociale media, affiches, tv, radiospots eigenlijk marginaal zijn van belang. Toch qua percentage dat aangeeft er het eerst mee in kennismaking, in contact mee zijn geweest. Voor de niet-kunstmusea ligt dat de zijn ook sociale media en affiches en folders belangrijke kanalen om in contact te komen met een museum. Hoe gaan mensen zich informeren vooraleer ze naar het museum gaan? Wel, dat is vooral via websites, sociale media, blogs of apps. En in veel mindere mate gebruikmakende van televisie, radiospots of programma's. Een derde geeft ook aan zich eigenlijk niet geïnformeerd te hebben vooraleer naar het museum te komen. Welke informatiekanalen worden dan gebruikt door degenen die websites, sociale media, blogs of apps consulteren? Wel, vooral de museumwebsite en de website van de stad waarin het museum ligt. Facebookpagina's, websites of apps vanuit in Vlaanderen, TripAdvisor of andere aanbevelingssystemen worden eigenlijk nauwelijks gebruikt bij de museumbezoekers. Het is vooral de museumwebsite en eventueel de website van de stad in tweede orde die hier van belang zijn. Hoe gebruiken bezoekers de media aanwezig in het museum? Eerst even kijken naar het gebruik van smartphones.
En 71% had een smartphone bij. En waarvoor worden die vooral gebruikt in het museum? Wel, eigenlijk voor niks. 63,9% geeft aan de smartphone niet gebruikt te hebben, of toch niet voor iets museum gerelateerd. En als het wel gebruikt wordt, dan is het vooral om een selfie of foto te delen. Dus waar Julien misschien vroeger in een bankje krabbelde, I was here, zal die nu een selfie delen om de aanwezigheid in het museum voor het sociale netwerk duidelijk te maken. Toch geeft ook een 16% aan extra informatie opgezocht te hebben op het moment van het museumbezoek zelf via de smartphone. Nochtans is er wel veel belangstelling om de smartphone meer te gaan gebruiken in het kader van een museumbezoek. U ziet hier een bewering: het gebruik van het smartphone biedt een meerwaarde voor mijn museumbezoek. De rode kleuren geven de sterkste nee-stemmers aan, degene die helemaal niet akkoord of niet akkoord zijn met de bewering. De lichtere kleuren zijn de mensen die er wel mee akkoord gaan. En hier zien we dat, hoewel een grootste groep eerder neutraal is qua standpunt, maar dat toch een grote groep aangeeft dat het gebruik van een smartphone een meerwaarde is of kan zijn. Het is in het algemeen bevraagd geweest. Een grote groep geeft ook aan dat smartphones niet te volle benut worden door musea. Dus met andere woorden dat er wel nog ruimte is om naar meer interactieve toepassingen te gaan die gebruik maken van een smartphone. Een groep van een derde ongeveer geeft aan dat ze liever de eigen smartphone zouden gebruiken in de plaats van de audiogids die het museum aanbiedt. En een grote groep geeft ook aan dat ze graag meer mogelijkheden hadden gekregen om de smartphone te gebruiken. Tenminste toch als we kijken naar ook degenen die neutraal zijn op deze bewering. De audiogids, hoeveel procent maakt daarvan gebruik? Wel een 16%. En de tevredenheid daarover is behoorlijk groot. We zien hier de hoogste percentages voor degenen die akkoord zijn of helemaal akkoord met de bewering dat de audioguide een meerwaarde was en dat ze die zeker nog eens in de toekomst zouden willen gebruiken. We gaan nu eventjes kijken naar hoe bezoek van een museum kadert binnen een breder verhaal van vrije tijdsparticipatie en hoe het gelinkt is met toeristische activiteiten. Hier kijken we naar de mate waarin de museumbezoeker die we aangetroffen hebben effectief in het museum om deel te nemen aan het publieksonderzoek. In welke mate die ook andere musea bezoeken, of dezelfde soort van musea buiten het museumbezoek waarin ze te pakken gekregen hebben. En we vergelijken dit met de resultaten van de participatiesurvey 2014. De rode staven zijn uit het publieksonderzoek en het verhaal is uiteraard heel duidelijk. De museumbezoeker gaat meer frequent naar een museum dan het algemene beeld van de gemiddelde Vlaming. Als we kijken naar oude of schone kunstenmusea bijvoorbeeld, 11,2% van de Vlaamse bevolking deed dit naar schatting volgens de participatiesurvey. Bij de museumbezoekers is dat maar liefst 73,4%. En voor elk type van museum zien we dat mensen die in een museum getroffen worden, dat die een grotere kans hebben om ook eens een ander museum te bezoeken. Dit geldt niet enkel binnen de museumsector, dat geldt ook voor de ruimere cultuurparticipatie, tot en met bioscoopbezoek, wat misschien toch wel wat in het oog springt. Waarom? Wel omdat we te maken hebben, zoals we ze gezien hebben, met een ouder publiek. En bioscoopbezoek is vooral bij jongere mensen geconcentreerd. Maar toch zien we hier dat 67% van de mensen in het publiek onderzoek ook naar de bioscoop gaan, terwijl dit in de Vlaamse steekproef maar 38,7% is. Dus hier zie je heel goed het cumulatieve karakter van participatie. Mensen die aangetroffen worden in een museum hebben een heel hoge kans dat die ook aan andere vormen van cultuur deelnemen. En in elk geval liggen de percentages veel hoger dan in de steekproef van Vlamingen in 2014. We tonen het hier nu voor cultuurparticipatie, receptieve cultuurparticipatie, maar evengoed mochten we de cijfers bekijken voor amateurkunstbeoefening, zouden die ook hoger liggen. Ook als we zouden kijken naar andere vormen van participatie, bijvoorbeeld deelname aan het verenigingsleven, ook daar zullen we hogere cijfers terugvinden bij de museumbezoekers dan bij de modale Vlaming.
Eventjes naar de toeristische activiteiten kijken. We zien hier een groep van 15,8%. Dat zijn de inwoners van de stad zelf, dus voor wie het niet relevant was. Of het museumbezoek ook in een toeristische uitstap kaderde. De grote meerderheid kwam naar een museum, 62%, omwille van een toeristische uitstap zonder overnachting. En een 20% combineerde de toeristische uitstap ook met een overnachting. Dus de overgrote meerderheid combineerde het museumbezoek ook wel met andere activiteiten in het kader van een uitstap naar de stad waar het museum ligt. Dit spoort ook een beetje met het planmatige karakter van het museumbezoek. Als we vragen van hoe lang op voorhand had je je bezoek aan het museum gepland, dan zien we dat dit voor de meerderheid toch langer dan 2 dagen voor het museumbezoek was. Maar ook zien we dat ongeveer de helft van de respondenten aangeeft dat die het museumbezoek eigenlijk niet op voorhand hadden gepland of pas de dag ervoor. Als mensen naar een museum komen, omwille van welke motieven doen ze dat dan vooral en hoe tevreden zijn ze achteraf als ze het museum verlaten? Laten we daar eventjes op ingaan. We hebben een aantal factoren gemeten via uitgebreide vragenbatterijen die we hier samenbrengen in 5 clusters van motieven. Enerzijds de kunst- en kunstenaarsgerelateerde motieven. Ik ga naar een museum om meer te weten over een bepaalde kunstenaar bijvoorbeeld. Of ik ga omwille van het belang van het kennen van de geschiedenis, erfgoedgerelateerde motieven. Of ik ga omwille van de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Of ik ga voor het sociaal gezelschap. Of er zijn externe motieven, zoals ik heb een spot gezien op televisie en ik werd daardoor getriggerd om naar een museum te gaan. Laten we eens kijken op een score van 10 gemiddeld uitgedrukt hoe belangrijk die verschillende dimensies zijn. Terug grote verschillen afhankelijk van het museum dat je bekijkt. En of we kijken naar kunstmusea of niet kunstmusea. Maar globaal is het plaatje dat de meest frequent aangehaalde redenen zelfontplooiing en erfgoedgerelateerde redenen zijn, gecombineerd met gezelligheid staat hier met een zeer sociale motief. Het samen zijn, het samen bezoeken met andere mensen. En in vierde orde kunstgerelateerde redenen. Minder belangrijk zijn de externe redenen, dus bijvoorbeeld het horen van een radiospot als trigger. Dus mensen komen vooral omwille van intrinsieke motieven, kunstgerelateerd of erfgoedgerelateerd, gecombineerd met een sociale dimensie. Er zijn ook heel wat verschillen tussen verschillende types van museumbezoekers, naar geslacht, naar leeftijd, type museum, staan hier een aantal van de belangrijkste onderscheidingen vermeld. Maar ik ga die omwille van het feit dat we hier tot een nutshell willen beperken, hier niet dieper op ingaan, worden allemaal uitgebreid besproken in het basisrapport. Tot slot eventjes kijken naar de tevredenheid van de museumbezoeker. En die is behoorlijk hoog. Laten we eens kijken naar de dimensies waarvan de bezoekers het meeste. En dan gaat dat vooral over service en personeel. Hier zien we percentages die aanduiden tevreden of zeer tevreden zijn van tegen het 90% over vestiaire, service aan de kassa, het personeel waar men heel tevreden over is. Ook de belevingsaspecten worden heel sterk gewaardeerd door de bezoekers, als ook de praktische elementen zoals de toegangsprijs, openingsuren, drukte enzovoort. Ietsje minder tevreden, gematigde tevredenheid, maar we moeten dat ook wel nuanceren. Want we zien toch percentages allemaal boven de 50%. Dus er is niet echt sprake van ontevredenheid. Maar waarover kan de tevredenheid mogelijk beter? Zoals u ziet is dat de museumshop, de bewegwijzering naar het museum en parkeerfaciliteiten. Herinner u over het grote deel komt via of met de auto. Ook de interactieve technologie in het museum. Daarvan vinden de bezoekers dat dit toch wel iets beter kan. Spoort ook met wat we gezien hebben over het gebruik van smartphones en de vraag naar meer applicaties om binnen een museumbezoek ook een smartphone te kunnen gebruiken. Ook de toegankelijkheid voor doelgroepen wordt aangeduid als iets waar maar een gematigde tevredenheid over is, wat ook overeenkomst met het lagere percentage dat we zagen van mensen met een fysieke beperking dan we terugvinden in de Vlaamse situatie.
Dit in een nutshell, een overzicht van een aantal inhoudelijke inzichten die uit het publieksonderzoek komen. Zoals al een paar keer laten vallen, is er ook een uitgebreid inhoudelijke rapport dat de basis vormt van deze korte presentatie. Dat kan teruggevonden worden op onze website www.cultuurenmedia.be. Daar vindt u ook het methodologische rapport, hoe we te werk zijn gegaan om de vragenlijst op te stellen, af te nemen. En zo verder. U kan ook informatie vinden over het gevalideerde meetinstrument. Kan handig zijn als organisaties zelf publieksonderzoek willen opstellen om gebruik te maken van deze modules. Want uiteraard, als we willen vergelijken, dan moeten de zaken ook op eenzelfde manier gemeten zijn. Een handleiding voor online publieksonderzoek wordt ook door het kenniscentrum ter beschikking gesteld voor mensen die zelf aan de slag zouden willen gaan. En we gaan ook binnenkort uitpakken met een webtool waar in de sessie straks meer uitleg zal overkomen, waar we gebruikers zullen toelaten om zelf basiscijfers uit de dataset op te vragen en een aantal basiskruisingen te gaan maken. Zo, mocht er meer informatie nodig zijn, kan men bij mij terecht of eventueel ook bij Jessies Jongers, van wie u het mailadres hier ziet staan. Goed, dan keer ik terug naar MS Teams en dan kijk ik eventjes in de richting van Bart vooral, om te zien of er vragen binnengekomen zijn op de chat, want de bedoeling was dat we nu eventjes een Q&A konden organiseren, dacht ik. Bart? Bedankt, John. Wacht, ik moet even mijn geluid. Ja, hopelijk nu zonder echo. Bedankt, John. Inderdaad, zoals John zei, de mogelijkheid is er nu om vragen te stellen. Ik heb een tweetal vragen gedurende de presentatie binnengekregen. Een vraag over van iemand. een vraag of de algemene resultaten gewogen zijn, John, en een vraag die als volgt luidt of het leeftijdselement te wijten kan zijn aan de bevragingsmomenten, weekenddagen, avonden en dergelijke meer, waarop een jongere populatie minder vertegenwoordigd zou zijn. Ik zie dat er nog een vraag is binnengekomen. Ik ga die onmiddellijk ook voorlezen, maar ik ga even terug het woord geven aan jou, John, zodanig dat je die toch al even kan bekijken of beantwoorden. Goed, naar weging. Hebben we eigenlijk een soort van weging op voorhand toegepast in de zin dat we op basis van bezoekersaantallen die we van de musea verkregen hebben, een bepaald percentage geselecteerd hebben om te bevragen. Dus musea die een hoger bezoekerspercentage aangegeven hadden, die zitten sterker vertegenwoordigd in de dataset dan degene die een lagere bezoekersaantallen hadden doorgegeven. We hebben achteraf geen weging gedaan naar de musea zelf of naar type van musea. Dus ik denk dat dat de vraag voor een deel beantwoordt. Ik ga er meteen aan toevoegen, stel dat we een dataset zouden hebben van 50 musea, dan denk ik dat we ook achteraf best die weging zouden gaan doen. Maar gegeven dat het één pilootproject is en twee, dat het aantal musea dat betrokken is, alhoewel toch meer dan verwacht aanvankelijk, toch niet van die aard is qua grote orde dat we daar echt betrouwbare wegingen kunnen op gaan toepassen. De andere vraag rond wanneer is bevraagd en heeft dat mogelijk een invloed op het soort van mensen dat bevraagd zijn? Ja, inderdaad. Hè, een moment waarop je de bevraging organiseert kan leiden tot een ander type van publiek. Vandaar dat het van het grootste belang is om de momenten die geselecteerd zijn om het publiek te bevragen, om die ook zoveel mogelijk te spreiden. En dat kan je realiseren door eerst gebruik te maken van een toevalssteekproef van momenten.
momenten, waarbij dan we inderdaad gezien hebben dat de geselecteerde momenten voor elk van de deelnemende musea dan ook wel gespreid waren, in de zin dat er minstens een paar weekdagen tussen zaten, dat er ook weekenddagen, verlofdagen tussen zaten. Dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat je daarvoor zorgt als je een publieksonderzoek doet, dat je voor een maximale spreiding zorgt van de momenten waarop de bevraging doorgaat. Omwille van eerder kleine aantallen per museum, we hebben wel 1000 mensen kunnen bevragen, dat lijkt veel. Maar goed, als je dan per museum gaat bekijken, dan heb je eigenlijk voor elk museum afzonderlijk te weinig respondenten om daar dan verder op te gaan differentiëren. Het zou interessant zijn, mocht de dataset groter zijn, om eens te kijken binnen een museum, hebben we nu ander publiek in het weekend dan op een weekdag, of als we nocturne organiseren, krijgen we dan een ander publiek binnen. Dat zijn heel interessante en pertinente vragen, maar daarvoor is het echt wel nodig dat de steekproefomvang dat die groter kan zijn dan het aantal dat we hier hebben kunnen bevragen. Dus ik hoop dat dat ook een antwoord is op die vraag. Je hebt ondertussen nog een andere vraag, Bart? Ik heb een vraag. Ik was nog een vraag binnengekomen rond dezelfde thematiek. Maar ondertussen heb je die blijkbaar beantwoord. Er heeft nog iemand de vraag gesteld wat de musea die betrokken waren bij dit onderzoek met resultaten hebben gedaan. Hoe werd dit omgezet in concrete acties? Ik denk niet dat dat een vraag is, dat we, tenzij dat jij daar zicht op hebt, John, dat we via dit plenum moeten behandelen, maar misschien is dat wel een vraag dat we aan de werktafels kunnen meenemen om daar verder op door te gaan. Zijn er voor de rest nog vragen die mensen hebben? Oké. Misschien, John, dat je de laatste slide kan laten zien, want daar stonden nog een aantal vragen op. Voilà. Dus hier, we gaan zo dadelijk afsluiten het plenum hier. En normaal heeft iedereen een link gekregen om door te klikken naar een werktafel. Ah, wacht, ik heb nog een vraag binnengekregen, John. Hoe verhouden deze resultaten zich tot die van tevredenheid door toerisme, bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of dat een vraag is die zo direct kan beantwoord worden. Ik denk dat daar dan ook mensen van toerisme beter een antwoord op kunnen geven. Dus ik stel voor van die vraag ook mee te nemen, eventueel naar de werktafels. Mensen die echt nog een vraag hebben, gelieve ze nu te stellen, want anders ga ik afronden. Oké, de vragen worden afgerond. We gaan zo dadelijk doorlinken naar de werktafels. Die, ja, laat ons zeggen, we geven jullie toch 5 minuten, dus we zullen 2:55 starten. En we geven toch al een aantal vragen mee, die ook al via de mail waren rondgestuurd, om over na te denken op voorhand. Wat neem je mee uit dit onderzoek naar je instelling? Wat leer je uit de resultaten? Welke nieuwe inzichten reiken ze aan? En welke dingen heb je hieruit geleerd? Waar blijf je nog wat op je honger zitten? Wat zou je graag nog weten en welke inhouden ontbreken? Dus die vragen laat je rustig even bezinken gedurende 5 minuten. En we zien elkaar, een aantal van de mensen zien mij soms terug bij de vraag rond de presentatie. Dat gaat soms ook nog verduidelijk worden. De bedoeling is van die presentatie, het webinar dus, dat wordt opgenomen. Dus dat wordt ook online ter beschikking gesteld. Mensen kunnen dus het webinar opnieuw gaan bekijken. En het is ook de bedoeling dat er een soort van verslag van gemaakt wordt, dat ook wordt rondgestuurd naar iedereen die heeft deelgenomen. Voilà. Dan stel ik voor van het hierbij te houden voor het plenum. En dan zie ik een aantal van jullie zelfs terug. De andere mensen zien die zich ingeschreven hebben voor de werktafels, zullen een van mijn collega's terugzien en een van de mensen van de universiteit. Bedankt iedereen en tot een van de volgende.